Goedenavond. Regen, regen en nog eens regen. Het is niet de zomer die vakantiegangers in Nederland voor ogen hadden. Maar ook camping-eigenaren balen, want zij zien een terugloop in het aantal gasten. Zoals bij minicamping Nieuwhof in Terschuur. Het is al weken slecht weer. En dan is het afzien op de camping. Het regent en al een paar dagen ook. En toch blijven de gasten gewoon komen. Nou, we hebben wat afzeggingen gehad, maar uiteindelijk degenen die hebben gereserveerd, komen toch nog. En dat valt ons dat nog wel best wel mee, gelukkig. Maar ja, het is nu binnen in je voortent vertoeven. Camping De Zanderij in Voorthuizen is een stuk groter en zij zijn daarom minder afhankelijk van het weer. Toch annuleren gasten. Waarschijnlijk één die ik acuut kan herinneren, maar voor de rest gaat het gewoon door en blijft iedereen gewoon gezellig, omdat er genoeg activiteiten te doen zijn buiten de regen om. En voor de kinderen op de camping maakt het allemaal niet uit. Met vrienden afspreken en zo en gewoon chillen en ja, eigenlijk dat soort dingen. Zwemmen, dus zat te doen op de camping De Zanderij. Ja, een beetje afspreken met kinderen hier en zwemmen eigenlijk. Nee, ik vind het eigenlijk niet vervelend regen op de camping. Kan je leuk dansje maken, komt helemaal goed. Als het aanhoudt, is dat dan zoiets dat u denkt van poeh, dat wordt wel lastig? Het blijft natuurlijk lastig om de mensen te entertainen, maar het lukt ons altijd wel. Ja. Vrijdag komt een leuke gastenmarkt. Waar we een stuk of 40, 50 kraampjes hebben. Dus ik hoop voor het beste dat het weer ons mee zit. Even doorbijten. Even doorbijten.